vanavond een alumni-lezing door Fleur Zelderust, neurowetenschapper van het Bonders Instituut. En zij gaan ons vertellen over eigenlijk de link tussen het fysieke aspect van de hersenen en hoe dat daadwerkelijk werkt met informatieverwerking en zaken zoals waarnemen. Ik weet er verder niks van, dus ik ga proberen wat u daarop toe te richten. Haar verhaal zal ongeveer 3 kwartier duren. Daarna heb je de tijd voor vragen. Als je tussendoor een paar vragen hebt of zo, dan kan je die natuurlijk in de groep snijden als je haar aandacht weet te trekken. Maar anders is het ook op het einde even tijd. Voor de kijkers thuis kan er ook in de chatfunctie een vraag worden gesteld. Als je die niet kan vinden, omdat die ergens verstopt zit achter de groep of zo, dan kan je ook altijd een mail sturen met je vraag naar het adres waarvan je op de link hebt gekregen. Verder heb ik weinig toe te voegen, behalve als we afloop hier nog een naborrel hebben voor wie dat wil. En dat ik graag een warm applaus wil voor Fleur. Bedankt. Ik hoop, kan iedereen mij goed horen? Top. Oké. Dan gaan we inderdaad beginnen. Nou, dit ben ik 's ochtends als mijn wekker afgaat. En dan probeer ik altijd zo snel mogelijk mijn telefoon te vinden om dat alarm uit te zetten. En wat u misschien ziet is dat wat ik doe met mijn handen is, ik maak eerst een soort grote bewegingen om te bedenken waar mijn telefoon is. Dan een soort kleinere bewegingen om te kijken waar en hoe die ligt. En dan tenslotte nog kleinere bewegingen om daadwerkelijk dat alarm uit te zetten. Nou, wat dat ons leert is dat perceptie, waarneming, in dit geval door voelen, een actief proces is. Dus het is niet zo dat ik in bed lig en wacht tot er dingen naar me toe komen. Maar nee, ik voel dingen doordat ik met mijn armen beweeg. Maar hoe ik mijn armen beweeg hangt weer af van waar ik denk dat mijn telefoon zich bevindt. Dus eigenlijk van mijn model van de wereld. Dus er is eigenlijk een continue interactie gaande tussen de wereld, de dingen die ik waarneem uit de wereld, de waarnemingen die ik binnenkrijg, en mijn bewegingen, de manier waarop ik mijn lichaam positioneer in de wereld enzovoort. Dus perceptie is een actief proces. En ook ons brein past zich eigenlijk voortdurend aan waar wij denken, hoe wij denken dat de wereld in elkaar zit. Nou, in de hersenwetenschappen denk ik dat de grootste aanname die wij allemaal doen, en ik denk dat de meesten van u dat waarschijnlijk wel met me eens zullen zijn, is dat op de een of andere manier de hersenactiviteit, de elektrische activiteit die wij kunnen meten in de hersenen, dat die iets te maken heeft met wat wij waarnemen. Dus bijvoorbeeld hier hebben we het over zien. Er valt licht op een fotoreceptor. En op de een of andere manier heeft dat iets te maken met de elektrische activiteit die zich dan ontwikkelt in de hersenen. En op de een of andere manier zorgt dat dan weer voor gedrag. En zorg ik bijvoorbeeld dat ik hard wegren als ik een leeuw zie. Dus in de hersenwetenschappen gaan wij ervan uit dat er een relatie is tussen de wereld, de hersenactiviteit, dus wat wij kunnen meten, ons gedrag en wat er van binnen gebeurt. Dus in de eigenlijke waarneming, perceptie bijvoorbeeld. Nou, wat is die relatie nou? Dat noemen wij, als je het vanuit een wiskundig of natuurkundig perspectief bekijkt, noemen we dat de neurale code. Dat is eigenlijk, we proberen het algoritme van het brein te achterhalen. Dus de computercode. En als we die neurale code proberen te bestuderen, dan hebben we het eigenlijk, delen we die vaak in 2 perspectieven. En die noemen we encoderen en decoderen. Encoderen is eigenlijk hoe die elektrische activiteit van de hersenen, hoe die gemaakt wordt. Dus wat gebeurt er nou als er een foton op het netvlies valt? Wat gebeurt er dan in die cellen en waardoor ontstaat die elektrische activiteit dan? Maar we kunnen ook de tegenovergestelde vraag stellen. Dat is, als ik nou die elektrische activiteit van de hersenen meet, kan ik dan eigenlijk iets zeggen over het beeld dat op het netvlies is gevallen? Dus kan ik eigenlijk de wereld reconstrueren aan de hand van die hersenactiviteit? Dus kan ik eigenlijk dat weer terugvinden? En dat noemen we dan decoderen. Dus eigenlijk het kraken van de code van de hersenen. Nou, moet je bedenken dat eigenlijk de hersenen continu allebei aan het doen zijn. Want er is natuurlijk een soort proces gaande waarbij er van alles binnenkomt en dat wordt verwerkt en verwerkt en verwerkt. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de hogere, diepere hersenfuncties, proces in het brein, dat die eigenlijk een beetje moeten terughalen van wat er nou gebeurde in de wereld aan de hand van de eerdere hersenfuncties, hersengebieden.
Dus het brein doet eigenlijk allebei de hele tijd. Maar ik wil het eigenlijk over allebei eerst even kort hebben. Van hoe we dat nou doen. Wat voor modellen we daar nou voor gebruiken. Kijk, ik ben van achtergrond, ik heb ooit natuurkunde gestudeerd. En toen heb ik ergens in mijn master de overstap gemaakt naar de biologie. Dus ik zit daar nog steeds een beetje tussenin. Dus ik ga even proberen die verschillende perspectieven hier uit te leggen. Dus hoe maakt het brein nou elektrische activiteit? Nou, hier zien we een mooi plaatje. Dat heb ik gewoon van een website hier gehaald, omdat het een mooie illustratie was. Wat er gebeurt in het, eigenlijk heel, heel schematisch, wat er gebeurt als er licht in het oog valt. Dus je ziet dat er licht valt op het oog. Daar zit, dan valt dan in je oogbol op de retina. De retina, daar zitten cellen die worden actief. Die gaan elektrische activiteit maken. En die zenden dan een signaaltje naar de... Er staat hier lateral geniculate nucleus. Het is een deel van de thalamus. Dus die zenden dan een signaaltje naar de thalamus. En de thalamus stuurt dan weer een signaal naar de visuele cortex. Waar we denken dat dit soort signalen verwerkt worden. Waar de visuele perceptie plaatsvindt. En het grappige van het visuele systeem is dat het kruist. Dus wat er aan de rechterkant van je beeld zich bevindt, wordt in de linkerkant verwerkt en andersom. Dus je ziet dat die paden zich kruisen. Maar goed, we hadden het daarnet eigenlijk over, niet over zien, maar over voelen. Dus hoe zit dat nou met voelen? Het grappige met voelen is dat het eigenlijk een omweggetje neemt. Of tenminste, dat daar zitten wat meer proceskernen tussen. Dus als wij iets voelen op onze huid, met bijvoorbeeld onze hand, dan gaat dat eerst naar via het ruggenmerg, gaat het naar de hersenstam en dan naar de thalamus en weer naar de cortex. Dus je ziet dat daar een paar stappen tussen zitten. Nou, hoe worden nou die signalen gemaakt en doorgegeven? Hoe communiceren al die hersengebieden nou eigenlijk met elkaar? Dus laten we daar eens op inzoomen. Nou, de hersenen die bestaan uit ongeveer 86 miljard, of menselijke hersenen bestaan uit ongeveer 86 miljard neuronen of hersencellen. Dat zijn er ongeveer evenveel als de sterren in de Melkweg zijn. Orde van grootte. Dat zijn er behoorlijk veel, laten we het zo zeggen. Er zitten ook nog wat andere cellen. Er zitten ook nog gliacellen en astrocyten. Dus er zit ook nog, en er lopen ook natuurlijk bloedvaten door de hersenen. Dus er zijn ook nog wel wat andere cellen aanwezig in de hersenen. Maar wij denken dat het grootste deel van de communicatie van wat wij doen gedaan wordt door neuronen. Nou, wat zijn neuronen nou? Dat zijn, die zien er een beetje zo uit. Ze hebben een celkern met waar het DNA in zit en het metabolisme en zo plaatsvindt. Dat is eigenlijk zo voor elke lichaamscel. Maar ze hebben ook allemaal van die rare uitsteeksels. En met die rare uitsteeksels, daarmee zijn ze eigenlijk verbonden met de andere hersencellen. Dus ze hebben altijd één uitsteeksel, die is wat langer. En die zendt signalen naar andere cellen. Die staat daar aangegeven als axon. En dan hebben ze meestal ook nog aan de andere kant allemaal van die wat kortere en wat meer vertaktere. En daarmee ontvangen ze signalen. En die noemen we dendrieten. En zo zijn die cellen met elkaar verbonden. En hoe maken die cellen nou elektrische activiteit? Hoe doen ze dat nou eigenlijk? Nou, gaan we weer even inzoomen. Die cellen, die hebben een celwand. Dat is een membraan, een soort vettige laag, dubbele laag. En in die celwand zitten pompen. En die pompen, die zijn de hele tijd ionen, geladen deeltjes, heen en weer aan het pompen. Dus die pompen natrium naar buiten en kalium naar binnen. En er zitten daarnaast ook nog in de cel zitten er allemaal eiwitten vast, zoals DNA en RNA en allemaal dat soort dingen. En die zijn over het algemeen een beetje negatief geladen. Dus wat gebeurt er nou doordat die pompen de hele tijd een verschil in concentratie in stand houden, is dat je ook een potentiaal, een elektrische spanning over dat membraan krijgt. En daardoor is een cel, als je er een elektrode aan de binnenkant steekt en een elektrode aan de buitenkant, is een cel een klein beetje negatief geladen. Rond de min 70 millivolt. Dus een levende hersencel heeft altijd een potentiaal, en dat noemen we de membraanpotentiaal. En die is rond de min 70 millivolt. Maar hij is niet altijd rond de min 70 millivolt. Eens in de zoveel tijd kan hij veranderen. Als hij een klein beetje varieert door input die hij bijvoorbeeld van andere cellen krijgt en hij boven een bepaalde drempelwaarde gaat, sorry voor de slechte kwaliteit van het plaatje, ik had hem nog niet op een groot scherm gezien,
Je ziet daar threshold levels staan. Dus als je dan boven een bepaalde drempelwaarde komt, dan krijg je een feedback loop. Dus wat er gebeurt is, dan gaan er natriumkanalen open. Dat zijn een soort sluisjes en daar kan alleen maar natrium doorheen. Doordat die natriumkanalen open gaan en er dat concentratieverschil is, stroomt er natrium de cel in. Nou, natrium zijn positief geladen ionen. Dus dat betekent dat die membraanpotentiaal nog verder omhoog gaat. Waardoor er nog meer natriumkanalen open gaan, waardoor er nog meer natrium de cel instroomt enzovoort. Dus zo schiet, door een soort feedbackproces, schiet die membraanpotentiaal omhoog. Nou, op een gegeven moment gaan die kanalen vanzelf weer dicht. En dan gaan er kaliumkanalen open. Ik weet nog wel, die pomp die was de hele tijd. Kalium en natrium heen en weer aan het pompen. Nou, die kanalen die doen het door dat concentratieverschil andersom. Dus dan stroomt er kalium de cel binnen. En dan gaat die membraanpotentiaal gaat dus weer terug naar die negatieve min 70 waarde. Dus zo hebben we een soort heel scherpe piek in die membraanpotentiaal. Dat noemen we een actiepotentiaal, of een spike wordt het ook wel genoemd. En die blijken heel erg belangrijk te zijn voor het communiceren tussen die neuronen. Nou, even voor de liefhebber, voor degene van u die elektromagnetische scholing hebben gehad. Je kan dit dus eigenlijk gewoon omschrijven door een heel eenvoudig RC-circuitje. Dus je hebt eigenlijk twee batterijen, twee variabele weerstanden. Dat membraan is een kleine condensator. En zo kan je dit helemaal omschrijven. Dus twee variabele weerstanden, een natriumkanaal en een kaliumkanaal. Twee batterijen, namelijk die voor natrium en kalium die het potentiaal in stand houden. En een condensator, die het membraan zelf is. En deze prachtige omschrijving is bedacht door de heren Hodgkin en Huxley in de jaren 50. En daar hebben ze de Nobelprijs voor gekregen. En zo ziet u maar dat mensen die geschoold zijn in de natuurkunde het soms prima kunnen redden in de biologie. Zij hebben ook allebei nog in de oorlog aan radarsystemen gewerkt voor vliegtuigen. Dus zo zie je maar. Soms kan het heel goed zijn om met een net iets andere achtergrond een vakgebied binnen te gaan. Goed, maar die actiepotentialen die zijn dus heel belangrijk voor communicatie. Want hoe zit dat nou? Nou, als we hier zien we twee van die neuronen. Je ziet daar zo'n axon van de bovenste neuron. En die gaat dan naar zo'n dendriet van het onderste neuron. En daar, als we even inzoomen, dan zie je dat op de plek waar ze met elkaar verbonden zijn, zijn ze eigenlijk helemaal niet met elkaar verbonden. Dus de communicatie tussen neuronen is helemaal niet elektrisch, die is chemisch. Als er een actiepotentiaal, die reist een beetje zo langs dat axon, als die aankomt in zo'n synaps, in zo'n verbindingsstukje, dan gaan er kleine bolletjes met stoffen open, die worden dan losgelaten daar en die gaan dan naar het volgende neuron toe. En die zorgen daar weer voor een klein elektrisch signaaltje. Dus op een neuron-naar-neuron communicatie is die chemisch. Maar die gebeurt dus alleen maar als er zo'n actiepotentiaal is. Dus dit is een alles of niets communicatie. Eigenlijk een 0 of een 1. Net als, zou je kunnen zeggen, in een computer. En ook hier weer wilde ik wel eventjes een klein leuk geschiedenisfeitje vertellen. In de jaren, zo rond 1800, was er een discussie of de hersenen eigenlijk bestonden uit losse cellen. Of dat het een soort continu weefsel was. Dat een soort heel groot vertakt, een soort één grote, maar heel erg vertakte hersencel was. En tot ongeveer 1800 konden we dat helemaal niet bekijken, want onze microscopen waren niet goed genoeg om die cellen goed te kunnen bekijken. Maar, dus dit was eigenlijk een van de grote vragen rond 1800. Is het brein continu of bestaat het uit verschillende cellen? En pas rond die tijd werden de microscopen goed genoeg. En ontwikkelde Camillo Golgi een staining, dus een soort verf waarmee je neuronen kon verven. En waardoor je ze dus eindelijk goed kon zien onder een microscoop. En toen heeft dus Santiago Ramón y Cajal, ik heb heel lang gedacht dat het twee personen waren, namelijk Ramón y Cajal, maar het is daadwerkelijk maar één iemand. Die heeft dus daadwerkelijk onder die microscoop voor het eerst kunnen zien dat het inderdaad losse cellen zijn. En daarmee werd dus de neuron theory bewezen. En niet de reticular theory, die zei dat het allemaal één continu weefsel was. Goed, dus die neuronen die communiceren lokaal elektrisch, chemisch, maar die sturen dus steeds door hun axonen elektrische signalen. Nou, er is a priori geen reden waarom dit zo zou zijn, maar het blijkt dat er zijn in het brein twee soorten
er zijn er wel meer, maar goed. Je kunt ze onderverdelen, die neuronen, in twee groepen. Inhibitoire cellen en excitatoire cellen. Nou, excitatoire cellen sturen positieve signalen naar andere neuronen. Dus die zorgen ervoor dat die andere neuronen ook actiepotentialen kunnen maken. En die projecteren over het algemeen ver weg. Dus naar andere hersengebieden of naar de volgende laag. Of naar de volgende processing station, zou je kunnen zeggen. Terwijl de inhibitoire neuronen, die remmen de andere cellen. Dus die houden eigenlijk juist die membraanpotentialen tegen. Die zorgen ervoor dat ze geen actiepotentialen kunnen maken. En wat blijkt nou? Die zijn vooral lokaal en met elkaar verbonden. Dus waar je eigenlijk de signalen worden weggestuurd door de excitatoire cellen. En de inhibitoire cellen, die zijn eigenlijk voornamelijk lokaal bezig. Nou, hoe kun je dit nou meten? Hoe kun je nou die elektrische activiteit meten in het brein? Nou, er zijn verschillende manieren voor. Je kunt gewoon elektrodes in het brein steken. Bijvoorbeeld, nou ja, bij mensen mag dat om heel goede redenen, mag dat niet. Maar dat kun je dus met proefdieren doen. Maar het wordt ook wel bij patiënten gedaan. Als die bijvoorbeeld epilepsie hebben, krijgen ze wel eens tijdelijk een aantal elektrodes in hun brein geïmplanteerd. Zodat een neuroloog of een neurochirurg goed kan meten waar die epilepsie nou begint. En dan weet hij misschien waar of dat beetje hersenweefsel kan weggehaald worden, zodat die epilepsie minder heftig wordt. En soms mag er dan een neurowetenschapper een tijdje onderzoek doen, een paar testjes doen met die persoon met die elektrodes in zijn hoofd. En zo was er bijvoorbeeld een heel spannend onderzoek bij de heer Kian Quiroga, die mensen allemaal plaatjes liet zien. En wat bleek nou? Hij kon cellen vinden die, ik weet niet, ze is inmiddels niet zo heel bekend meer, maar die vooral reageerde op Jennifer Aniston. Dus u ziet hier de respons van een hersencel, in hippocampus was dit geloof ik. En deze cel die reageerde elke keer heel erg veel als hij een plaatje van Jennifer Aniston liet zien. Niet als hij een plaatje van Jennifer Aniston met Brad Pitt liet zien. En ook niet als hij bijvoorbeeld andere blonde bekende actrices liet zien, dan ook niet. Maar dit was dus echt de Jennifer Aniston cel. Zo heeft hij ook de Jodie-cel gevonden van Star Trek. Er was ook een Sydney Opera House cel. En zo. Dus deze meneer heeft dus aangetoond dat er cellen zijn in de hersenen die heel specifiek op bepaalde concepten kunnen reageren. Nou, andere manieren van de elektrische hersenactiviteit meten is het zogenaamde elektroencefalogram. Daarmee worden er allemaal plakkertjes op de schedel geplakt en proberen we daarmee de hersenactiviteit te meten. En dat is dus meestal buiten de schedel. Het wordt ook weer voor medische toepassingen ook wel eens binnenin de schedel gedaan. Maar meestal wordt het gewoon met plakkertjes op je hoofd gedaan. Daarmee meet je natuurlijk een stuk minder precies dan met een elektrode. Dus die meet dan vooral de activiteit van grote groepen neuronen. En het heeft ook als nadeel dat het allemaal gefilterd wordt door die schedel die er nou eenmaal tussen zit. Dus dat het soms moeilijker te herleiden is. Maar daar komt eigenlijk het idee van de hersengolven vandaan. Dus hier zie je hoe die signalen van die verschillende elektrodes eruit zien. En je ziet dat daar echt zo van die oscillaties in zitten. Dus daar komt eigenlijk dat idee van dat er bepaalde hersengolven zijn die ook bepaalde functies hebben in het brein. Komt daar vandaan. Nou, het grappige is dat plaatje van al die plakkertjes is eigenlijk een beetje achterhaald. Tegenwoordig zijn er heel nieuwe, eigenlijk kleine apparaatjes voor het meten van die EEG. En die zien er zo uit. Dus mensen in bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie zijn daadwerkelijk bezig of je nu met dit soort apparaatjes niet daar een computer of allerlei applicaties op kon aansluiten. Zodat je dus met je gedachten, hopelijk ooit, apparaten kunt besturen. En dat is natuurlijk wel prettig als je niet allemaal van die plakkertjes op je hoofd hoeft te plakken. Dus je ziet hier dat de techniek daar best wel snel vooruit gaat. Nou, voor degenen van u die elektromagnetisme hebben gestudeerd, elektrische stromen zorgen natuurlijk ook voor een magnetisch signaal altijd. Nou, dat kun je ook meten. Dan heb je het over het magnetoencefalogram. Dat heeft wel ietsje meer voeten in aarde. Dan moet er dus zo'n grote ding met allemaal van die spoelen rondom je hoofd gezet worden. Dan moet je ook goed stilzitten. Maar daarmee kun je dus ook goed de magnetische activiteit meten. Vooral van cellen die een beetje in de lengterichting naast elkaar liggen. Want dan gaat de stroom steeds overal dezelfde kant op en dan kun je dat goed meten. Dat zie je ook een beetje daar in dat plaatje. Zo. Als die cellen maar een beetje allemaal in dezelfde richting liggen, dan kun je die goed meten. En dan is eigenlijk de spatiële revolutie, dus de resolutie in de ruimte, is wat beter dan voor het EEG. En je hebt ook iets minder last van het filteren van de schedel. Maar goed, je hebt dus wel zo'n enorm apparaat nodig. En tenslotte is er ook nog de fMRI. Die is tegenwoordig natuurlijk, dit bestaat, nou,
nu zo'n 20 jaar of zo, denk ik, wel wat langer misschien. De Functional Magnetic Resonance Imaging. En dat werkt eigenlijk totaal anders. Want hoe je dat meet, is namelijk het volgende. Als het brein, of als er een gebied in het brein actief wordt, dan verbruikt dat stuk van het brein lokaal meer zuurstof. Dat betekent dat er dus verschillen in de zuurstofinhoud zijn van het bloed op die plekken. En met zeer sterke magneten kun je dan de spinresonantie, voor degene van u die natuurkunde hebben gestudeerd, dus de spinresonantie van dat bloed meten. En dat laat dan zien dat er dus op die plekken hersenactiviteit plaatsvond. Dan heb je ook een behoorlijk goede resolutie in het brein. Dus je ziet echt goed welke gebieden er actief worden. Maar goed, je moet dus wel in zo'n enorm apparaat gelegd worden met een enorme stel super gekoelde door helium magneten om je heen. Die ook behoorlijke herrie maken. En het is relatief traag. Dus je krijgt maar één plaatje per ongeveer 2 seconden. Dus al deze technieken die hebben zo hun voor- en hun nadelen. Maar we kunnen inmiddels best wel aardig wat meten in het brein van de elektrische activiteit. En omdat we die supercoole magneten moeten aanzetten en die behoorlijk wat stroom kosten, is trouwens een fMRI ook behoorlijk duur. Dus dat wil je niet elke middag bij je buurman doen. Zo'n EEG-apparaatje, dat kan je gewoon voor een paar tientjes kopen. Die kan je gewoon zelf, als je het leuk vindt, kan je er gewoon zelf mee spelen. Die zijn helemaal niet zo ingewikkeld. Ik liet aan het begin zien dat het brein zich dus continu aanpast. Dus hoe zit dat nou? Hoe past het brein zich nou aan? Nou, daar hebben we ook weer speciale stoffen voor. Dus we hebben daar net al gezien dat zo'n elektrisch signaal eigenlijk van netwerk naar netwerk wordt doorgegeven. Met die axonen en die elektrische activiteit. En dus tussen die neuronen met wat we neurotransmitters noemen. Dat zijn de signaalstoffen, de chemische stoffen tussen die cellen. Dus dat is eigenlijk de bottom-up voortgang van het signaal van de hersenen. Maar er zijn ook signalen die dan weer teruggaan. En vaak gebeurt dat met wat we neuromodulatoren noemen. En dat is een heel ingewikkeld woord, maar waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord van die stoffen. Bijvoorbeeld dopamine of serotonine. Daar wordt altijd veel over geschreven in de krant. Dus die passen eigenlijk, als die dan worden losgelaten, dan passen die eigenlijk lokaal het processing, dus de verwerking van die signalen weer aan. Dus die zorgen ervoor dat lokaal die cellen weer anders gaan reageren op die neurotransmitters. Nou, hoe werkt dat nou? Waarom past het brein zich aan? Wanneer past het brein zich aan? Hoe dan? Dat weten we eigenlijk gewoon nog niet, of niet goed. En dat is dus waar ik me nu mee bezighoud, om dat te onderzoeken. En hoe doe ik dat? Ik doe dat door middel van wiskundige modellen, dus een beetje zoals die Hodgkin en Huxley modellen die u daarnet zag, en door middel van computersimulaties. Dus even in conclusie over het encoderen van signalen in de hersenen, die elektrische activiteit. Neuronen hebben over hun velletje, over hun membraan, een verschil in concentratie tussen binnen en buiten en daardoor ook een negatieve potentiaal. En die schiet soms omhoog, heel steil, en dan gaat hij weer terug. Zo'n spike is een paar milliseconden lang. En dat noemen we een actiepotentiaal. Nou, die elektrische activiteit, die actiepotentialen, die kunnen we meten. Door middel van elektrodes, EEG, MEG, fMRI. En het is dus een vorm van alles of niets communicatie. Die chemische stoffen die ervoor zorgen dat het volgende neuron weer iets kan ontvangen, die worden alleen maar vrijgegeven als er zo'n actiepotentiaal is. Nou, sommige cellen remmen elkaar, die noemen we inhibitoire, en sommige versterken elkaar. Die noemen we excitatoire. En neuromodulatoren zijn dus weer stoffen die communicatie weer beïnvloeden. Nou, laten we nu eens naar de andere kant van het verhaal kijken. Als we nou die hersenactiviteit meten, kunnen we dan wat zeggen over de input. Oftewel, wat vertelt de elektrische activiteit van de hersenen mij over de wereld? Welke informatie wordt er doorgegeven? Welke wordt er niet doorgegeven? Hoe wordt informatie doorgegeven? Hoe goed kunnen we de wereld reconstrueren? Wat is de relatie tussen de informatieverwerking en de fysieke eigenschap van het brein? Een voorbeeldexperiment. Dit zijn experimenten die worden uitgevoerd op dit moment bijvoorbeeld door Kaspar Tjatjik en Olivier Marr in Parijs. Dus die nemen eigenlijk is de retina, het netvlies, is een klein stukje hersenweefsel wat een soort van uit je brein gegroeid is. Nou, het leuke daarvan is dus dat je eigenlijk een soort heel klein neuraal netwerkje hebt.
die je in het geval van een salamander bijvoorbeeld dus los kan halen. Daar wordt het dier voor opgeofferd en dan heb je een klein stukje hersenweefsel. En dat kan je dan op een soort plaatje met allemaal elektrodes, met allemaal pinnetjes prikken. En dan kan je elke cel in de retina meten tegelijkertijd. En dan kan je daar een videoscherm boven hangen en dat allemaal plaatjes laten zien. En dan kan je dus zeggen van nou, dus hier ziet je zo'n multi-electrode array, zoals het heet, van al die pinnetjes. Daar leg je dan die retina op. Daar kan je dus allemaal plaatjes laten zien. En dan kan je dus al die cellen, je kan een video afspelen. En dan kan je kijken hoe al die cellen reageren op die video. En dan kan je dus zeggen, nou kan ik nou aan de hand van wanneer die cellen actiepotentialen gaven, kan ik dan op een gegeven moment weer herleiden welk plaatje ik nou in die video liet zien. Dus hoeveel informatie over de video zit er nou in de elektrische activiteit van de retina? Eigenlijk is dan de vraag, hoe meet je nou eigenlijk informatie? Hoe meet je hoeveel informatie er ergens in zit? Nou, dan komen we al snel uit op Claude Shannon. Claude Shannon werkte in de Bell-laboratoria. Bell, weet je wel, van de telefoon. Die Bell. Ik heb hier een linkje gezet. Dat kunt u thuis nog opzoeken. Dat is echt een heel mooi filmpje. Ik ga hem nu niet laten zien. Een heel mooi filmpje over het werk van Claude Shannon. Duurt ongeveer 5 minuten. Ik kan u erg aanraden om daarnaar te kijken. En die ontwikkelde eigenlijk wat ik soms een beetje als een grapje wel eens de theorie van de telegraafpalen noem. Waarom? Wat moest er nou gebeuren met een telegraafpaal in die tijd, dus een beetje in de tijd dat de telefoon werd ontwikkeld, is je moest van A naar B een signaal sturen, maar er zat allemaal, die leidingen die werkten nog niet helemaal goed en er zat allemaal ruis op dat signaal. Dus die vroeg zich af van hoe kan ik nou, gegeven dat er allemaal achtergrondruis is en allemaal dingen die dat signaal een beetje verstoren, hoe kan ik nou op een goede manier een boodschap van A naar B sturen, zodat die eigenlijk op plek B weer helemaal gereconstrueerd kan worden, dat ik hem weer helemaal snap, dat ik hem weer helemaal terug heb. En toen kwam hij er dus achter dat digitale communicatie met nullen en enen in plaats van analoog met allemaal waarden, dat beter werkt, dat je dat beter kunt reconstrueren dan dus die analoge signalen. Dus dat is ook waar Claude Shannon is eigenlijk de vader van de digitale wereld waar we nu in leven. Nou, en hij heeft daar een prachtige wiskundige theorie over gemaakt, over hoe je dan informatie kunt meten. Maar voor we het over informatie kunnen hebben, moet ik eerst jullie één lastige term eigen maken en dat is entropie. En sommigen van u kennen misschien entropie uit de natuurkunde. Entropie in de informatietheorie betekent net wat anders. Het betekent eigenlijk wiskundig gezien hetzelfde, maar de interpretatie ervan is anders, als ik het heel precies zeg. Dus wat is nou entropie? Entropie is een maat voor onzekerheid. Of voor verrassing, of voor variatie, of voor aantal mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld, als ik een eerlijk muntje heb en ik gooi kop of munt, dan heb ik 2 mogelijke uitslagen, dat is precies 1 bit entropie. Nou, op dezelfde manier, als ik een dobbelsteen heb met 6 zijden, dan heeft die minder entropie dan een dobbelsteen met 20 zijden. Waarom? 20 zijden is meer mogelijkheden, dus ben ik onzekerder over wat de uitkomst gaat worden. Dus heb ik bij 20 zijden meer entropie dan bij 6 zijden. Op dezelfde manier heb ik in het linkerplaatje meer entropie dan in het rechterplaatje. Waarom? Elke mogelijkheid is even groot, dus ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Dat betekent dus veel entropie. En hier ook weer, het linkerplaatje heeft meer entropie dan het rechterplaatje, want er zijn meer mogelijkheden. Nou, wat is dan informatie? Informatie gebeurt altijd tussen 2 dingen. Dus iets heeft informatie over iets anders. Je kan niet zeggen, de informatie hiervan is 3 bit. De informatie, dit heeft 3 bit informatie over dat. Informatie is altijd tussen 2 dingen. En wat is dat dan? Nou, het is de vermindering in entropie of onzekerheid in signaal 1, als ik signaal 2 weet. Dus als ik onzeker ben over iets, en dan zie ik iets anders en dan ben ik er minder onzeker over, ja, dan heb ik informatie gewonnen. En dat is precies wat ik dan meet. Voorbeeld. Nou, het weer, ik zou kunnen zeggen, dat kan zonnig, bewolkt of regenachtig zijn.
En in principe weet ik niet wat dat is. Maar als ik weet dat het zomer is, dan weet ik ook dat de kans dat het zonnig weer is wat groter is. Dus ben ik minder onzeker over het weer. Dus zou ik kunnen zeggen dat kennis van het seizoen geeft mij informatie over het weer. Niet 100%, ik weet dan niet opeens 100% zeker dat het zonnig is. Nou ja, tenzij je misschien in Spanje woont. Maar het geeft mij wel informatie. Mijn onzekerheid over wat voor weer het is, is afgenomen. Dus kennis van het seizoen geeft me informatie over het weer. Nou, hoe zit dat nou in de hersenen? Je kunt dus informatie meten tussen een stimulus die ik geef in een experiment en de hersenactiviteit die ik meet. Even een heel eenvoudig gedachte-experiment. Ik laat een persoon laat ik twee stimuli zien af en toe. Een rode stip en een blauwe stip. En vervolgens meet ik de frequentie of de activiteit van een hersencel in de visuele cortex. Nou, en dit zijn mijn. Ik doe 20 experimenten en dit zijn mijn uitslagen. Dus als ik de rode stip laat zien, heb ik 7 keer van de 20 heb ik een hoge vuurfrequentie, hoge activiteit van de cel. En als ik de blauwe stip laat zien, heb ik de helft van de keren een hoge activiteit en de helft van de keren een lage activiteit. Dus nu kan ik gewoon uitrekenen, ik zal daar niet de formules voor laten zien, maar nu kan ik gewoon uitrekenen wat is nou de informatie tussen de hersenactiviteit van deze cel en de stip. En die is in dit geval niet zo hoog, is 0,03 bit. Niet zo heel veel informatie, maar wel wat. Dus, als we het hebben over informatietheorie, dan is entropie een maat voor de verrassing of de onzekerheid. En informatie is dan als een ander signaal ervoor zorgt dat ik minder onzeker ben. Dus het is een maat voor de afname van entropie en het is altijd tussen twee signalen. Dus we kunnen de informatie tussen hersenactiviteit en de wereld meten. Nou, hoe maak ik daar nou gebruik van in mijn onderzoek? Wij gebruiken in onze afdeling snorharen van... dieren. Dit is een video van het Prescott. Het Prescott Laboratorium. Het is niet een video die wij gemaakt hebben. U ziet hier een rat zijn omgeving verkennen met zijn snorharen. En hij doet eigenlijk voortdurend dit met zijn snorharen. En u ziet dat als hij tegen die beker aankomt, dat hij een beetje kleine tikjes geeft. En dat als hij hier in de open ruimte is, dat hij opeens van die hele grote bewegingen maakt met zijn snorharen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik 's ochtends doe met mijn telefoon. Als ik niet weet waar mijn telefoon is, dan ben ik van die hele grote bewegingen aan het maken. En als ik op een gegeven moment zo'n vermoeden heb waar die is, dan ga ik van die kleine bewegingen maken. Nou, u kunt zich voorstellen dat een knaagdier, die leeft van nature in holletjes onder de grond, dus die gebruikt van nature wat minder zijn ogen en wat meer zijn snorharen. Hij voelt niet met spootjes, maar met zijn snorharen. Dus het is voor knaagdieren een vrij natuurlijke manier om de wereld waar te nemen. Hier ziet u weer een beetje een vertraagde, ze doen het met ongeveer 50 hertz, dus vrij snel. Dit is een opstelling die wij gebruiken. Er zijn hier twee platformen met een lege ruimte daartussen. En dit is in het donker, dit is opgenomen met een infraroodcamera. En u ziet dat die rat, die muis, die moet voelen waar dat andere platform is. En als hij dat weet, dan springt hij naar de andere kant. Die zijn nieuwsgierig genoeg dat ze dat gewoon doen. Dus u ziet hier ook weer dat ratten, muizen, gebruiken hun snorharen eigenlijk zoals wij onze handen en armen en onze vingers gebruiken. En het voordeel van dat snorhaarsysteem is dat we die snorharen met een video vrij makkelijk kunnen volgen. Dus waar het mij, als we kijken van wat een dier binnenkrijgt als hij zich door een ruimte beweegt door te kijken, ja, dan weten we niet precies wat hij allemaal ziet. Dan zou je eigenlijk een soort camera aan zijn oog moeten vastmaken om te kijken wat hij allemaal ziet. Maar die snorharen die kunnen we met een video kunnen we die volgen. We kunnen natuurlijk wij maken gebruik in dit geval van proefdieren, omdat we nou eenmaal hersenactiviteit wat makkelijker kunnen meten bij proefdieren dan bij mensen. En het is dus een heel actieve vorm van waarneming, want net als wij veranderen ze dus de bewegingen van die snorharen afhankelijk van waar ze denken dat objecten zich bevinden in de wereld. Nou, even een heel snelle introductie voor het snorhaarsysteem.
Hoe werkt dat nou? Als een muis of een rat met een snorhaar tegen een object komt, dan buigt die snorhaar. En die snorhaar die zit in de snuit van die rat, zit die in een soort follicles noemen we die, in een soort buisjes. En dan buigt die ook daarbinnen in. En dan komt hij tegen die mechanoreceptors, die voelsensoren, die druksensoren aan die er omheen zitten. En dat zijn dan de signalen die worden doorgegeven aan de hersenen. En het grappige van het doorgeven van die signalen, van het verwerken van die snorhaarsignalen in de hersenen, is dat het topografisch gebeurt. Dus u ziet hier de snuit van zo'n rat. En je ziet dat die snorharen in een soort rijen en kolommen liggen. Eigenlijk heel. Dus we hebben die helemaal linksboven heet snorhaar A1 en die eronder heet B1. Dus we kunnen ze echt zo nummeren. En het grappige is dat net als bij ons gaat het dus naar de hersenstam en dan naar de thalamus en dan naar de cortex. Net als bij ons met onze handen en vingers. Maar dat we precies kunnen zien welk stukje hersenen bij welke snorhaar hoort. Want die structuur van die regelmatige rijen, die vinden we ook nog steeds in de hersenstam. Die vinden we ook nog steeds in de thalamus en die vinden we ook nog steeds in de cortex. Dus we weten precies welk stukje hersenen bij welke snorhaar hoort. Dus dat is heel makkelijk, handig als wij onderzoek doen. Nou, wij meten de informatieverwerking van cellen in die cortex, in die barrel cortex. En dat doen we eigenlijk met een beetje een slim trucje. We maken eerst een soort nep hersenactiviteit met de computer en die geven we dan aan zo'n cel. En dan meten we wat zo'n cel doet, de spikes van die cel. En dan kunnen we dat weer helemaal terugrelateren aan. Dan kunnen we de informatie berekenen met die input. Dus hoe ziet het er dan uit? Nou, we meten ook excitatoire en inhibitoire cellen. Dus cellen die elkaar stimuleren en cellen die elkaar remmen. En dan ziet u hier, hier ziet u bovenaan ziet u de input die ik geef van die cellen. En onderaan ziet u die actiepotentialen die cellen dan genereren. Als in respons daarop. En wat vinden we nou? Nou, hier ziet u een grafiek met allemaal van dit soort experimenten. Rood zijn de excitatoire cellen, blauw zijn de inhibitoire cellen. Op de horizontale as ziet u de activiteit van de cellen, de gemiddelde activiteit. En op de verticale as ziet u de hoeveelheid informatie die cellen doorgeven. Maar wat blijkt nou, en dat vond ik wel redelijk verbazend, dat inhibitoire cellen, remmende cellen, geven meer informatie door dan excitatoire cellen. Terwijl toch excitatoire cellen die cellen zijn die naar de andere hersengebieden projecteren. Maar die geven dus uiteindelijk minder informatie door. Nou, we zijn dus nu aan het kijken hoe dat samenhangt met die drempelwaarde waar we het over hadden. Dus wanneer gaat zo'n cel nou een actiepotentiaal maken? U ziet hier de drempelwaarde in millivolts. En op de horizontale as ziet u hoe lang geleden de vorige spike was. De vorige actiepotentiaal. Dus als het vorige actiepotentiaal heel lang geleden was, dan is die laag. Maar die cellen willen niet heel snel achter elkaar vuren. Dus die drempel wordt eigenlijk naarmate de vorige actiepotentiaal dichterbij was, wordt die steeds hoger. Heeft dit te maken met die informatieverwerking? Daar zijn we nu mee bezig. Daarnaast zien we dat als we die modulatiestoffen gebruiken, dopamine in dit geval, dan verandert die informatieverwerking. Dus u ziet hier dat, hier ziet u de hoeveelheid informatieverwerking die meer geworden is. Dus groter is meer informatieverwerking, lager is minder informatieverwerking. En hier ook meer actiever worden, minder actief worden. En u ziet dat vooral die inhibitoire cellen, als we ze dopamine geven, gaan ze actiever worden. Dus die inhibitoire cellen die geven al meer informatie door. En als we de dopamine op doen, gaan ze nog meer informatie doorgeven. En wat we ook zien, is dat als we dopamine lokaal in de hersenen van zo'n muis doen, dan veranderen ze hun gedrag. Dus als we kijken van hoe vaak die met die snorharen op dat platform slaan en hoe lang dat duurt. Dus hier ziet u bijvoorbeeld hoe lang ze dat platform aanraken, hoe lang het duurt voordat ze naar de overkant springen. En hoe vaak ze met hun snorharen tegen dat platform slaan voordat ze naar de overkant springen. En in het grijs ziet u de normale situatie en in het paars met dopamine. We noemen het hier de D1-agonist, omdat het een stofje is dat erop lijkt. Maar dat is in feite de dopamine. Dus wat we zien is dat gaat allemaal omlaag. Dus op het moment dat wij lokaal dopamine toedienen in dat snorhaardeeltje van de hersenen, dan gaan die muizen eerder naar de overkant.
Dus we weten een beetje wat er gebeurt met dopamine met enkele cellen. En we weten een beetje wat er gebeurt met het gedrag. Maar ja, hoe linken we dat nou aan elkaar? Ja, dan hebben we eigenlijk, dan moeten we de vraag stellen, wat doen die netwerken? Dus wat doen we als we, wat gebeurt er dan als we al die cellen aan elkaar gaan koppelen? Want die cellen die zitten niet in hun uppie in het hoofd. Die zitten allemaal aan elkaar gekoppeld en die versterken en die stimuleren elkaar allemaal. Dus wat we dan kunnen doen, is gaan kijken van kunnen we zo'n netwerk nou nabouwen? Dus we hadden een promovendus in ons lab en die heeft met een soort speciale kleurstoffen heeft hij al die verschillende soorten hersencellen verschillende kleurtjes gegeven en echt gekeken van waar zitten ze nou? En zitten ze nou meer in het midden van zo'n kolommetje van die bij zo'n snorhaar hoort, of meer aan de buitenkant, of meer aan de onderkant, of meer aan de bovenkant. En die heeft dat echt geprobeerd helemaal na te maken. Maar ja, wat, als we dat dan hebben, wat hebben we daar dan aan? Nou ja, zo hopen we tenslotte dus een soort modellen te kunnen maken in de computer van hoe die fysieke eigenschappen, dus de drempelwaarde en wanneer zo'n actiepotentiaal nou gemaakt wordt en hoe die neuronen met elkaar verbonden zijn, hoe dat beïnvloedt hoe die informatieverwerking gaat. En wat vinden we dan? Nou, hier is een voorbeeld van iets wat wij eigenlijk theoretisch hebben laten zien, is dat als ik een netwerk pak waarvan alle neuronen dezelfde eigenschappen hebben, dat die netwerken minder efficiënt zijn en meer fouten maken dan als ik een netwerk pak waarvan alle cellen andere eigenschappen hebben. Dus heterogene netwerken zijn beter in informatieverwerking dan homogene netwerken. En wat we ook zien, is dat die netwerken die zijn heel variabel. Dus elke keer als ik een stimulus laat zien, als ik zo'n rat iets laat doen, dan ziet dat de activiteit van het netwerk er net anders uit. En wat blijkt nou? Hoe groter die variabiliteit is, hoe groter ook de efficiëntie is. Dus dat zijn de soort dingen die we kunnen meten in theoretische netwerken, die weer heel moeilijk zijn te meten in experimenten. Dus, in conclusie. Cellen in de hersenen reageren prikkels uit de omgeving door het genereren van actiepotentialen, elektrische activiteit. En die kunnen we meten. En we kunnen die activiteit ook weer terugkoppelen aan wat er binnenkwam door middel van de informatietheorie. En dus meten hoeveel informatie er wordt doorgegeven in die hersenen. En vervolgens kunnen we dat gebruiken om modellen te maken van de hersenen. En proberen te begrijpen en te voorspellen hoe die fysieke eigenschappen van die hersenen en van hoe al die hersencellen met elkaar verbonden zijn, die informatieverwerking beïnvloeden. En dus kunnen we bijvoorbeeld dingen zien als dat heterogene netwerken efficiënter zijn dan homogene netwerken. Nou, wat ik u nog even wilde meegeven, dit is niet ik in mijn eentje die op de kamer zit te doen. Het zijn een heleboel mensen die hier aan meewerken. We hebben bachelorstudenten, masterstudenten, promovendi, collega's, mensen die experimenten doen, mensen die theorie ontwikkelen. Dit is echt het werk van een heel, heel grote groep mensen die allemaal samenwerken. Daar krijgen we ook geld voor van de Europese Unie, van de Nederlandse overheid enzovoort. Dus die moet ik altijd eventjes netjes noemen, want zonder al die mensen zou het niet mogelijk zijn. Wil ik nog even twee dingen noemen. Wat als u nou zelf of kleinkinderen heeft, of neefjes heeft, of nichtjes heeft, of kinderen. Wij organiseren elk jaar een competitie voor middelbare scholieren, genaamd de Hersenolympiade. Die organiseren we op 3 plekken. Hier in Nijmegen, in Amsterdam en in Groningen tegelijkertijd. En de Nederlandse winnaar mag meedoen aan de internationale competitie, de International Brain Bee. En de inschrijvingen zijn weer geopend. We doen hem op 11 februari. Dus als u iemand kent die dat leuk vindt, laat ze hier naartoe komen. We hebben altijd een hartstikke leuke dag. We lunchen samen. Er is hier een Brain Expo waar mensen allemaal spannende dingen laten zien. Allemaal proefjes en dingen over het brein. Hartstikke leuk. En ten tweede, als u nou na vanavond denkt, oh, ik had die ene vraag nog willen stellen, maar ik ben het vergeten. We hebben tegenwoordig ook de Brain Helpdesk. Daar mag u alle vragen stellen over de hersenen en dan proberen wij daar een antwoord op te vinden. Ik zeg niet dat het altijd lukt, maar we doen ons best. En daar wilde ik het graag bij laten.